Hoe beleven Arnhemmers deze warme dagen? RTV Arnhem ging de hitte in om polshoogte te gaan nemen. Hoe ga je om met het warme weer? We gaan hier maar zwemmen. Want als je thuis blijft, dan is het natuurlijk veel te heet, eigenlijk. En we zijn ook eerder van school gegaan. Mocht ook natuurlijk. Zoveel mogelijk drinken en in de schaduw blijven. En ja, gewoon activiteiten doen, maar gewoon zoveel mogelijk drinken. Geen dingen doen, het is zo hele zware dingen doen. Gewoon lekker in de schaduw blijven en verder niks. Gewoon rustig liggen op de bank of zo. Ja, gewoon in de schaduw en thuis zitten. En alleen nu even buiten. En ja, dat is het. Nou, ten eerste goed drinken. En ik heb een koeltasje bij met koelelementen. Verfrissen drinken, een biertje of een watertje. Om het goed koud te houden. Goed blijven smeren en af en toe een verfrissende duik in het water. En wat doe je dan op zo'n dag? Heel veel ijs eten, heel veel water drinken. Veel zwemmen en veel bij de ventilator zitten natuurlijk. Hou jij aan Ramadan? Als ik meedoe, hou ik me wel aan. Maar ik zou het niet echt gaan verbreken, dat zou ik niet doen. En heb je verder methode dat je veel water drinkt, ijs eet of de schaduw opzoekt? Ik drink en eet wel veel met hittes, omdat ik het echt niet kan houden om niet veel of weinig te drinken. Het is nu heel warm weer. Je houdt je aan de Ramadan. Dan zie je mensen om je heen die heel veel drinken en eten. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Je raakt eraan gewend dat mensen drinken en eten. Ga je dan ook zwemmen of sporten? Ja, maar dan doe ik wel rustig aan. Want anders krijg ik water in mijn mond en dat mag niet. Veel sporten met dit warme weer? Ja, niet zo heel intensief, maar wel sporten. Ga je dan ook meer zwemmen of douchen? Dat wel. Maar dan echt met heel koud water. De hele dag water drinken? Ja, dat sowieso. Ik spreek met een stagiaire van het Lorenz Lyceum. Hoe ziet het programma er vandaag uit? Nou, de leerlingen zijn eigenlijk een beetje vrij hier. Ze zijn hier in plaats van de lessen eigenlijk in de gymzaal, omdat het daar te warm is. En ze kunnen hier zwemmen of andere activiteiten doen. En dat is eigenlijk het programma. We hebben niet een vast programma, maar ze kunnen zelf bezig gaan met sporten eigenlijk. In plaats van gym binnen zitten in de gymzaal, gaan we dus naar buiten, zoals nu. We staan hier bij de ijssalon van Eetcafé De Woerd. Heeft u nu een grotere omzet met dit warme weer? Ja, zeker. Met het warme weer merken wij gewoon dat we veel meer klanten krijgen dan met het koude weer in de winter. Dus winter zijn we ook gesloten met de ijssalon en hebben alleen de cafetaria voor de friet. Maar met dit warme weer zien wij de laatste dagen dat het echt wel heel veel mensen trekt. En door deze hitte ziet u ook dat mensen een ander type ijs kopen? Vooral de vruchten worden heel veel gekocht, zoals mango en meloen, die worden heel veel gekocht bij ons. En bosvruchten wordt ook heel veel gekocht. De hartige smaken wordt wat iets minder gekocht met dit warme weer. Maar u bent blij met dit mooie weer vanwege de extra omzet? Ja, zeker weten. Het is voor ons even afzien, maar we zien wel dat we inderdaad heel veel omzet maken, meer als normaal. En dat is natuurlijk mooi voor ons als zaak.